Ja, ik ga een verhaal vertellen over grensoverschrijdend samenwerken. De kunst van grenzeloos samenwerken. Het komt voort uit het waterbeheer, vandaar ook een mooi plaatje van water. En is eigenlijk geworden tot een management innovatie van onze werkwijze. Mijn naam is Hanna Ietsvaart. Ik ben een kant van een duo met Jan van der Molen. Ik ben de reflecterende reflecterende praktijkmens. Jan van der Molen is de praktische wetenschapper. Hij is gepromoveerd op deze handelingstheorie. En samen hebben we dat gemaakt. Op het tussenniveau tussen wetenschap en praktijk is dit ontstaan. Waterbeheer gaat meestal via stroomgebieden. U ziet hier het stroomgebied van de Rijn. Met in de blauwe lijn de rivier de Vecht als een deelstroomgebied. Dat stroomt door drie landen heen, de rivier de Vecht. Door twee Duitse landen en een Nederland. Ik noem het twee Duitse landen omdat in Duitsland het waterbeheer per land echt heel verschillend georganiseerd is. En dus als je het beheer van die rivier als een eenheid zou willen doen, is dat heel moeilijk omdat elk land zijn eigen regels heeft en eigenlijk de regio dus uit elkaar trekt. Ook op andere delen, in andere delen van de wereld gaat het soms moeilijk, soms lukt het. Maar grensoverschrijdend waterbeheer is eigenlijk heel logisch, omdat het water vanzelf naar beneden stroomt. Dus het is een heel makkelijk onderwerp om grensoverschrijdend op te gaan samenwerken. Je moet eigenlijk wel. Zeker als Nederland. Wij zijn, we liggen stroomafwaarts van de meeste rivieren in Europa. Dus wij zijn meestal de vragende partij met een probleem waarvoor wij naar Duitsland of België of Frankrijk, Zwitserland gaan. In mijn geval was dat naar Duitsland. In 2004 moest ik voor een plan, voor een rivier, samen gaan werken met Duitsland. Dus ik ging goed voorbereid, dacht ik, op weg. Ik had me ingelezen in de wetgeving, in hun werkwijze, bij welke partij ik moest zijn. Ik had mijn taal geoefend. En toch ging dat helemaal mis. Ik zat niet bij de goede mensen aan tafel, niet op het goede moment. Zelfs was mijn vraagstuk waar ik mee kwam, stond helemaal niet op de agenda. Duitsland had daar geen probleem mee, dus had daar eigenlijk ook geen oor voor. Nou, met die eerste aanpak in het achterhoofd hebben wij, dat zou toch anders moeten kunnen. Dus wat wij gedaan hebben, zijn langs de rivier gegaan met een open blik als enige wat we meenamen als een soort trektocht. We hebben ons bestuur ook gevraagd, ga mee op trektocht. We kijken wie we tegenkomen, we kijken hoe wij onze werkwijze kunnen innoveren. En daaruit is ook deze verrijkingscirkel ontstaan. We hebben gezegd, onze dagelijkse praktijk is de kern van ons bestaan. Een waterschap is een functionele democratie, het gaat om beheer. Is op zich niet zo ingewikkeld. Die dagelijkse praktijk hebben we willen verbeteren door te verdiepen, bij wetenschap op bezoek te gaan en door te verbreden, door in hele verschillende situaties te gaan kijken. Dus in Zuid-Afrika of in Oost-Europa. En door in zo'n hele andere situatie te kijken, kom je eerder tot de kern van de werkende principes, hè, van zo'n grensoverschrijdende samenwerking. Nou, in het midden staan een paar voorbeelden van resultaten van dit programma. De naam is Flow in het Vechtdal, de kunst van het grensgeloos samenwerken. En de werkzame ingrediënten heb ik hier willen vormgeven met de plaatjes. De gereedschap staat voor vakmanschap. Vakmanschap niet alleen op het gebied van waterbeheer, maar zeker ook op het gebied van samenwerken. Op nieuwe kennis die we hebben gezocht. En in het proces van samenwerken letten wij op passie en schoonheid. Het vuur staat voor passie, het water staat voor schoonheid. Passie is de verbinding van je eigen doelen met die van de andere organisatie, maar ook met je innerlijke drijfveren van de trekkers aan beide zijden van de grens. Die verbinden met het proces. En schoonheid staat voor het positieve. Accent leggen op het positieve, op ruimte delen bijvoorbeeld in plaats van veel blauwe of gele processen. En dan krijg je flow. En flow is het moment waarop 1 plus 1, 3 is, alles vanzelf lijkt te gaan. Het zijn de momenten in een samenwerking die mensen ook als verhaal in de samenwerking meenemen. Van weet je nog toen, dat was het moment waarop het vanzelf ging, waarop we echt succes boekten. En die werken verbindend.
En die momenten van flow kun je niet organiseren. Die ontstaan door te werken met deze vier principes. En helpen om in momenten dat het moeilijker gaat, de samenwerking te laten voortbestaan. Dus je krijgt een meer duurzame samenwerking. Met deze handelingstheorie gaan wij dus heel anders over de grens dan in mijn anekdote aan het begin van mijn verhaal. He, wat behoedzamer, meer kijkend naar waar komen we terecht. En dat doet een trekker in deze handelingstheorie van Crossing Borders als een jongleur. Je jongleert met 7 aandachtsvelden. En elk van die aandachtsvelden moet je in de lucht houden. En dan gaat het bijvoorbeeld om de start van de samenwerking, maar ook de analyse van de context, om de inhoud van de samenwerking, om grensverschillen, om de politiek, om het doorontwikkelen van samenwerking. Dat zijn de verschillende ballen die je in de lucht houdt. En als je één laat vallen, dan raakt je samenwerking in disbalans of minder duurzaam en dat kan een tijdelijke hiccup zijn. Het kan ook blijvend vertrouwen schade geven, waardoor de samenwerking echt beëindigd raakt. Dus de ballen in de lucht houden is een belangrijk principe van de Crossing Borders theorie. Ik wil er een paar ballen behandelen. De start van de samenwerking, dit doe je niet zomaar zo'n grensoverschrijdende samenwerking opzetten. U moet zich voorstellen, het zijn groepen, organisaties hè, in verschillende landen die samen als een eenheid moeten functioneren. Vermaak heeft daar in zijn boek over taaie vraagstukken, zijn promotie, heeft hij daar goede analyse van gemaakt. Wanneer zijn vraagstukken nou taai en heeft het zin om een hele andersoortige aanpak te nemen dan een standaard aanpak of de gewone modus van handelen. Daar is die contextanalyse ook heel erg belangrijk voor. Elke keer kijken, hoe ziet mijn context eruit? Daar gebruiken wij de contextuele interactietheorie voor. Maar goed, je hebt meerdere manieren om de context te analyseren. En ook elke keer nieuwe strategiebepalingen. Je moet je voorstellen dat tussen twee landen er niet een logica is van hiërarchie. Er is wel een verdrag, maar als je dat verdrag gaat gebruiken, kom je juist in juridisch getouwtrek terecht en minder in het samenwerken. Dus verdragen worden vaak toch op regionaal niveau in de kast gelaten. En gaat het meer om strategieën als verleiden, verbinden, initiëren, stimuleren, dan om dwang hiërarchische lijnen. Als je kijkt naar hoeveel grensoverschrijdende samenwerkingen tot stand komen, is het in Europa in ieder geval vaak met Europees geld. Dus er is geld voor regio, grensoverschrijdende regio's. En dan zit men vaak toch aan de harde kant van de organisatie en de resource kant van de middelen. Op die lijn start zo'n organisatie. En wat vaak vergeten wordt, is de kant, de soft side, de zachte kant van de mens en de visiekant. En wat wij gedaan hebben is, omdat wij niet gekozen hebben voor aanvragen van Europees geld, zeiden wij van, laten we dat nou eens ook heel anders aanvliegen en beginnen met elkaar leren kennen. Dus we hebben personeel uitgewisseld. Een voorbeeld van ons hoogwatervoorspellingsmodel is dat we elkaars telefoonnummer hebben en in elkaars computer mogen kijken. Dus in plaats van een heel instrument te bouwen of juist juridische procedure af te spreken, hebben we het op de mens en de kant zijn we begonnen. En op een gegeven moment zeiden we, eigenlijk willen we weten, waar willen we samen heen? Dat is de visiekant. En op die lijn zijn we begonnen. Nou is het niet zo dat het een beter is dan het andere. Het is een model wat juist de balans wil aangeven tussen die verschillende kanten van de samenwerking. En die balans verschuift per moment. Hè, in de start kan je kiezen voor die meer de zachtere kant van de mens en de visie. Maar op een gegeven moment ontwikkel je toch door naar een organisatie, naar middelen. Dus het is iets wat in balans is. We hebben gemerkt dat dit model, wat niet heel complex is, toch werkt bij zo'n complexe constellatie van groepen organisaties tussen verschillende landen die samenwerken.
En we merkten bijvoorbeeld in Zuidelijk Afrika dat dit hielp om te bepalen van waar staan wij nou eigenlijk, waar zijn we mee bezig en wat zou een goede volgende stap zijn. Dus je kan een complexe situatie soms ook met een enkelvoudige voorstelling van de situatie weergeven. Een vierde bal waar je mee aan het jongleren bent als je zo'n grensoverschrijdende samenwerking trekt, is het omgaan met landsgrenzen. Dat is meer dan alleen cultuur. Dat vaak wordt gezegd, ja, cultuurverschil, nou, die heb je ook tussen organisaties. Hoewel die tussen landen vaak wel dieper gaat. Maar het gaat ook om verschil in methodes, verschil in wetgeving, verschil in beleidsorganisatie. En de manier waarop je met die grenzen omgaat, hebben wij de boundary spanner concept van Guston gebruikt. En daarin gaat het erom dat je hem niet negeert. Dus je moet hem benoemen, ermee omgaan, een manier eromheen vinden, of hem gewoon laten liggen waar die ligt. Als bijvoorbeeld een organisatie van een onderwerp zo verschillend is tussen de landen dat het niet op de agenda kan komen, dan is dat een grensverschil wat je respecteert en wacht op de window of opportunity om de verandering die zorgt dat het wel op de agenda kan komen. Dus dat is het omgaan met landsgrenzen, een van de ballen. Nou is dit een theorie tussen wetenschap en praktijk. En vooral dat wetenschappelijke stuk ligt in verschillende vakgebieden. In veranderkunde, bestuurskunde, watermanagement. En het is heel moeilijk om daar een platform voor te vinden om kennis uit te wisselen, om die wetenschap te publiceren en uit te bouwen. Daarom zijn wij begonnen met de Crossing Borders Academy, om die ook praktijkverhalen en wetenschap bij elkaar te brengen. En op meerdere plekken op de wereld wordt deze kennis ontwikkeld. Hè? Want mensen gaan samenwerken als ze een probleem hebben met een grensoverschrijdend rivier, maar ook met infrastructuur of zorg of andere vlakken, veiligheid. En die kennis kan hier uitgewisseld worden. We hebben gemerkt, de website is gestart in maart. En in september hadden we bijna 400 downloads uit 48 landen. Dus het is wel het voldoet in de behoefte. En we hopen dat dat ook echt een plek wordt waar je wetenschap kan publiceren. En dan zal dit het resultaat zijn dat de jongleurs van de muis overgaan naar de bever en de roerdomp. En dat deze kennis wijdverbreid wordt. Dank voor uw aandacht.